Hey mensen, vandaag ben je leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Underground Survival. Mijn naam is Milan en ik ben net zoals vorige keer samen met Don. Hallo. Dag Kay, meneer. Ja, dat, oh ja. Jij... Ja, je mag me ook gewoon Don noemen, hoor. Of meneer Don. Meneer Don. Dat, ja, dat zou ik heel erg fijn vinden. Oké, meneer Don. En je achternaam is Kip, hè? Meneer Kip. Don Kip. Don. Ja, mijn tweede naam is Lekkere. Dus Don de Lekkere Kip. Don. KFC Don Kip. Oké, ja. Oké, ja, nu wordt het een beetje raar. Maar, wij gaan dit helemaal even ordenen, mooi maken, goed zetten en een beetje zoals het eigenlijk hoort op Minecraft. Gewoon een beetje je huis in orde hebben, want het is nu één grote puinzooi. Dit lijkt wel een fucking vakantie van mij. Weet je, als je dit vakantiespullen meeneemt, dat je dan alles door elkaar hebt. Oh ja, ja, gegarandeerd. Totaal niet meer weet wat is en ach man, daar word je toch scheidsziek van. Nou, dat is dus dit. Dit is onze vakantie. Ja. En daar worden we zelf ook scheidsziek van. Dus we gaan even die farm groter maken. We gaan... We gaan de chest opnieuw ordenen. We gaan de chest ook een andere plaats geven. We gaan alles er gewoon piekfijn uit laten zien. Yes. Dat is een goed plan. Oké. Okay. Waar zou je de chest willen, baas? Weet je Want wat ze staan ik nu hier. Ik doe dit gewoon helemaal weg. Kan mij het schelen. Nee, het glas. Nee. Ja, het kan me niks schelen. Nou, dat blijkt. Maar waarom eigenlijk? Nou, omdat het niet mooi is. Ja, ik heb het niet. Wie heeft dit gemaakt? Ik. Nou, oké. Okay, ik help je wel even mee. Daarom dus. Maar wat als we dat midden nou laten? Dat kan wel. Ja, is prima. Midden... Oh, kut. Nou, laat dat midden ook maar. Oh shit, dat moet wel leeg natuurlijk. Heb jij een bucket? Kun je een bucket pakken? Uitstekend baas, ga ik doen. Dan kunnen we dat water weghalen. Ik heb 2 buckets. Ik weet niet of er nog meer... Oh, hier 5. Hier. Hier nog 2. Jezus, wat een teringbende. Hoe heb je het zo ver laten kunnen komen? Nou, ik was meer op ontdekking dan dat ik eigenlijk ging bouwen. Dat was het. Eigenlijk heel simpel. Oké. Okay. Dus dat is de reden. En dan dacht je niet ook van, goh, laat ik eens een keer iemand uitnodigen die een beetje verstand had van ordenen en dan een beetje taken verdelen. Ja, klopt, maar dan was elke keer diegene niet aanwezig en dan komt er iemand anders tussendoor en dan ga je toch weer wat anders doen. En ja, weet je, ach, je kent het misschien wel een beetje. Maar... Nee. In ieder geval, niet. Om even terug te komen op het vorige soort van onderwerp wat we toen ook hadden. Dat was kerstswag. Hey, waarom pak je geen diamanten? Je kan de diamond pickaxe gewoon... Ja, maar die was bijna stuk. Ja, maar je... Yeah. Er zijn toch 2 half stukken of zo? Ja, ik weet niet. Volgens mij had ik hem hierin gedaan. Ja, hij was echt bijna stuk. Ik heb hem nu wel. Ja, want je kan dat repareren, toch? Ja, maar dan moet je ook een anvil hebben. Hier heb ik ook een half stukken. Die kun je gewoon naast elkaar leggen. Ja, maar dan moet je toch een anvil hebben? Of een crafting table kan dat? Nee, die kan gewoon in je crafting, bij je E. Oh, nou gewoon op elkaar. Nee, naast elkaar. Naast elkaar. Oh ja, ik zie het. En dan heb je hem een klein beetje gevuld, zeg maar. Maar je kan ook gewoon een nieuwe maken. Ik heb hier nog 9 diamond. En hoeveel diamond zit hier? Oh, dan maak ik eerst deze stuk en dan ga ik aan de volgende beginnen. Hier zit ook nog 4. 13. Nee, maak hem niet helemaal stuk. Nee, ik maak hem niet helemaal stuk, maar gewoon bijna. Ja, dan. Bijna. Dat is beter. Maar wat ik dus net zei, van terugkomend op vorige onderwerp, soort van onderwerp, vorige aflevering in ieder geval. Kerst en oud en nieuw. Heb je nog meer leuke dingen meegemaakt? Behalve dan het sjoelen en dat soort shit. De sjoelen van de shoulder. Van de shoulder gesjaald. Potverdikke me, wat heb ik nog meer aan? Tweede kerstdag kwam mijn broer langs. Mijn andere broer, die was op... vakantie. Ja, dat zeg ik goed. Potverdikke me. We hebben eigenlijk gewoon een beetje gechilled. Bier is geklapt en het was een hele mooie ding. Je bent met vrienden wees chillen. Op oud en nieuw wel. Maar het verrekte aan fucking oud en nieuw is, omdat ik het zeg maar niet thuis vier en dan slaap ik meestal ook gewoon bij iemand anders, dan wil ik ook gewoon echt helemaal gewoon een keer weer eens helemaal naar de kloten gaan. Dus ik ging ook eens weer eens helemaal naar de kloten.
Dus uiteindelijk, we haalden shotjes tevoren. En die heette ook gewoon echt letterlijk brain damage. Nou, jongen, ik lag in mijn bed en mijn hoofd deed toch zeer. Ik dacht, die brain damage hebben ze misschien iets te letterlijk genomen. Serieus, wat is dat dan voor drank? Er zat, even kijken, Malibu in. Even kijken, wat zat er nog meer? Malibu. Gewoon 50-50 iets en dan een vleugje Baileys erdoorheen. Baileys is vies, man. Baileys is op zich best oké. Nee, maar vies. In ieder geval, daar had ik dus een aantal van genomen. En ik lag toch in mijn bed en ik weet niet of je het wel eens gehad. Maar dat is een tip voor als je dronken bent, voor al jullie aankomend dronken mensen. Gewoon als je in je bed en je fucking je hele wereld draait om je heen, zet gewoon één voet op de grond. Ja. Maar het punt is, dit is nog waarschijnlijk het meest irritante punt eraan. In de winter kan het nog pittig koud zijn. Dus al zet je je been buiten je bed, dan heb je een beetje een koud been. Nou, al dus dat had ik dus ook. Dus ja. Ik zet mijn been op de grond. Ik denk, nou, weet je, dit is onredelijk. Dit is veel te koud. Fuck it. Ik ga gewoon naar de wc toe. Ik doe mijn ding en dan kan ik gewoon rustig gaan slapen. En met ding doen is gewoon simpelweg ja, over. Ik snap het. Dan, ja, die snapte ik. Is dat? Ja, ik weet niet. Overgeven, dat lukt me echt nooit uit mezelf. Ik moet altijd. Maar ik vind het ook geen fijn onderwerp, dus laten we het daar niet over hebben. Nee, oké, maar het is gewoon. Ja. het is gewoon niet fijn om te overgeven. Nee. Nee. Maar. Hoe was jouw oud en nieuw? Mijn oud en nieuw, nou, dat nul drank. Oh ja, wel één drankding. Ik heb op de tweede kerstdag heb ik één biertje, of ja, één biertje gehad. Mm-hmm. Mijn lievelingsbier, Grols. En op oud en nieuw heb ik één glaasje champagne gehad van de buren. Oh, ja, maar dat hoort er ook bij, hè? Ja, eigenlijk wel. Dat hoort er gewoon bij. Eigenlijk wel, ja. Ik weet niet, voorheen vond ik champagne altijd vies, maar dit jaar hadden we echt een champagne. En ik zat van, boah, lekker, geef me meer. Ja? En dat heb ik gewoon echt nooit eerder gehad. En dat vond ik op zich best een... dat was een aparte ervaring, om het zo maar even... Was dat niet gewoon omdat je zin had in drank? Of? Nee, maar dit was gewoon echt een lekkere. Het was een hele zoetige champagne. En op zich, champagne uit zichzelf is al relatief zoet. Maar deze was gewoon, ik weet niet, het was een hele goeie. Huh. Ik was er tevreden over. Maar oké. Okay. Ja, nee, dat kan. Ja, oké. Okay, ja, simpel. Ja, zo is het nou, jongen. Ja, dat kan. Okay. Ik ben nooit dol geweest op champagne, maar ik drink dat. Nee, daarom vond ik het ook zo raar dat deze dan wel lekker smaakte, weet je. Dat is gewoon, ik weet niet, misschien is mijn smaak wel veranderd over de jaren heen of zo. Ja, dat is net zoals dat, zeg maar, kinderen geen wijn lusten, maar later drinken ze allemaal, als ze 30, 40 zijn, drinken ze allemaal wijn. Ja, exact. What happened? Ja, klopt. Ik moet een shuffle hebben voor die kutzand die daar ligt. Wat gaan we hier even kijken? Wat gaan we hier waar gaan we zullen we de farm gewoon meer die kant uitbreiden? En de kisten hier gewoon een beetje uitstallen, denk ik, vanaf hier. Ja, wat je hier zeg maar kan, of wat je zeg maar waar ik nu loop kan doen, zeg maar een soort gespiegelde vorm van je huidige farm. Dus zeg maar qua dat waterpatroon en alles eromheen. Zo heb je een mooi, ik weet niet, dat ziet er esthetisch, ziet het er prachtig uit. Dus de farm, je hebt het nu puur over de farm? Ja. Oké, als jij je dan bezig houdt met de farm, dan ga ik me... Want wat was dit ook alweer? Dat was iets van wat Cerezo had gemaakt, volgens mij. Frans, waarom doe je dat nou? Nee, dit was mooi. Dit was, oh ja, dat is die enchantment table. Dat was het. Ik weet het al. Nee, Frans is niet mooi. Oké. Okay. Ja, Frans. Want ik heb ook nog verder geen plek om te wonen, zeg maar. Dus als ik dat... of in te slapen. Dus als ik dat hier nou maak. En ik ga gewoon hier een gat maken. Dus dan heb ik zeg maar twee van die soort van kamers naast elkaar. Klinkt als een uitstekend plan. Oh, iron. Jezus, alsof we daar nog niet genoeg van hadden. Zo, dan ga ik hier naast de kamer maken en dan ga ik hier in vertoeven. In slapen. Vertoeven, dat is ook zo'n leuk woord. Ja, dat gebruik Frans heel vaak. Ja, maar Frans die heeft ook echt een... Frans heeft gewoon een echt geavanceerd vocabulaire, om het zo maar even te zeggen. Om even in die trend te blijven, hè? Ja, ja. Inderdaad. Dat is een correct
Ja. Correcte analyse van de situatie. Goeie, ja. Milan. Goeie. Dank je. Klopt, hij heeft een redelijk groot woordenboek in zijn kop. Ja. Wat hebben we stom te zeggen. Super makkelijk gewoon. Bam. En dat is best wel grappig. Maar daarom, hij is ook echt meer voor het oudere publiek, zeg maar. Vele mensen snappen ook niet wat hij altijd zegt. Ja. En ik snap jou wel hoor, Frans. Mocht je dit kijken, ik snap jou wel. Ja, ik ook hoor. maar ja, verder niks bijzonders gedaan, joh, met kerst. Leuke momenten meegemaakt. Of oud en nieuw, whatever. Koop jij vuurwerk bijvoorbeeld? Nee, totaal niet meer. Oh, niet meer? Ik deed het in het begin wel. Maar eigenlijk was ik daar al relatief vroeg mee gestopt. Rond mijn 18e zat ik van, beetje zonde van mijn geld niet. Zo begon ik toen eigenlijk al te denken. Dus nu denk ik nog steeds op die manier. Maar ik weet niet, ik vind het leuk om te zien. Maar ik hoef het niet per se zelf af te steken. Snap je? Ja, snap ik. 2, 3. Ik bedoel, al hoor ik de ongelukken die er weer zijn gebeurd dit jaar met met vuurwerk. Zitten van, Ja, ik heb niks meegekregen. Qua verhalen, nee. Toevallig, dat was in zo'n ander Skype-gesprek. En toen gingen we het ook even hebben over vuurwerkfratsen. En toen liet ze ook zo'n filmpje zien van jongens die gewoon letterlijk echt een brug opbliezen met vuurwerk. Wat? Gewoon echt letterlijk een brug opbliezen. No way. Ja, en dat filmpje stond op Dumpert. En dat ding ging gewoon in licht te laaien op. Ik zat van, hoe kun je dit maken? En juichen en lachen wat ze deden. Ik dacht, hoe kan je dat maken? What the fuck? En dat was dat vond ik wel merkwaardig om te zien, weet je. En dus zo moet het nou weer juist net niet. Levensles voor de kinderen. Ja, nee, dat is waar. Zo moet je het nou weer net niet doen. Maar ja, ik begon, ik denk vanaf mijn 18e ook niet meer met kopen van die shit. En ik vond het eerst vet leuk. En ik kreeg altijd 100 euro van mijn ouders, 50 euro van mijn ouders en 50 euro van mijn opa en oma. En dan mocht ik van de totale 100 euro mocht ik dan vuurwerk kopen. En daar was ik super leuk. Blij mee. Ja. En het kostte, wat ik altijd deed was ook echt precies tot 100 euro komen. Maar wat Enzo deed, en die kan iets minder goed met geld ook omgaan. Enzo die ging altijd overheen. Met iets van 50 euro nog even. En dat was dan zijn eigen geld. Maar daar had hij er zelf voor gespaard. Ja. Maar ik dan ken het op zich toch nog wel. Ja, maar ik vond het toen al zonde om dat te doen. Dus ik ging altijd maar of met 2 euro overheen of met een eurotje, whatever. Weet je, ik bedoel, wat is een euro van mezelf? En, een euro knaller bij de Mac. En dan kocht ik altijd gewoon legaal vuurwerk. Ik heb wel eens illegaal vuurwerk gebruikt. Zo, dat klinkt net alsof ik een van een drugsgebruiker ben. Maar ik heb wel eens illegaal vuurwerk gehad. Maar ik vond het niet zo dat ik dacht van, ik kik hierop. Ik vond het meer dat ik zat van, shit man, er zou maar eentje verkeerd zijn of zo. Verkeerd aangemaakt. Ja, je ging eigenlijk gelijk over de consequenties nadenken. Ja. Ja, ja, ja. In plaats van dat je denkt, ja, je weet zeker dat het goed is. Dat er niks fout kan gaan. Zit je meer van, het is illegaal, weet je. Het mag sowieso al niet. Dus wie zegt dan dat dit ook goed is en goed gekeurd is, weet je? Ja, exact. Ja, 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 ja. Dus daar zat ik een beetje mee. En toen ben ik eigenlijk vrijwel heel snel gestopt met die illegale shit. Ah, ik weet niet. Uiteindelijk komt het gewoon neer, doe op wat je wil. Maar je bent ook verantwoordelijk voor je eigen acties. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, we gingen wel altijd gewoon vuurwerk in putten doen en zo. En, maar dat is gewoon voor het effect, zeg maar. Dat deed ik ook gewoon voor de deuren. Daar doe jij vrijwel niemand kwaad mee, denk ik. Tenzij opeens de mannen van de riolering naar je toe komen. Oh, die klote kinderen altijd met hun vuurwerk in de putten. Ja, jammer dan. Maar, ja toch, ja, jammer dan. Even kijken, is dit cool? Ja, dat ziet er wel leuk uit. En dan doen we hier ook 2. Oh, huh? Oh, dit is, heb ik dieper gegraven. Mag ik even kijken wat jij aan het doen bent? Tuurlijk. Oh, kut, deze is verkeerd. Yes. Oh, dit is vet gedaan. Dit is super vet gedaan. Oh. Gewoon letterlijk die gaten erin, zodat je zeg maar zicht hebt op wat daar gebeurt. Ja. Alleen dat hier dan echt zo'n random zandblok zit, dat
Ja, dat. Waar? Nou, gewoon letterlijk hier bij de ding. Hier zit een zandblok. Oh ja, dat snap ik ook niet helemaal. Dat snapte ik ook niet. Ah, maar Frans is een architect, hè, dus dat... Ja, moeten we maar op... Ik vertrouwde hem erop, maar ja, dat kan ik dus blijkbaar niet meer. Hey, gaat hij zomaar willekeurig zandblokken plaatsen? Ja. Dankjewel, Frans. Jongen, jongen. Frans, als je dit ziet, sterf. Nee. Grapje, jongens. Niet allemaal tweeten nou naar hem, hè. Nee, ik vertrouwde erop, maar helaas. Als je het zegt, gaan ze dat juist doen. Nee, dat is niet leuk. Moet je niet zeggen. Nee, sorry. Ik heb niks gezegd. Kan je dat eruit knippen? Nee, ben ik te lui voor. Oh, potverdikkie. Hey, eieren. Wat leuk. Hoeveel eieren zijn dit? 13 eieren, vriend. Potverdikkie, maar wat een rijkdom. Jezus. En een boom ook nog. Moet je er allemaal mee? Oh ja, moet ook even een soort van tree farm hebben. Want ik heb eigenlijk de hele tijd nul... Komt er één uit? Ja, één... drie. Ja, wat we kunnen doen... is... ik heb hier nog een aantal dirt over. Ik weet niet hoeveel dirt je nog in totaal hebt. Maar gewoon ergens een dirt blokje in de grond rammen. En dan gewoon zeg maar... Ik stel voor dat we dan zeg maar een tree farm aan waar ik nu loop doen. Gewoon aan deze kant. En dan heb je de normale farm aan de andere kant. Ja, maar waarom moet dat precies voor waar ik mijn huis wil dan? Dan heb je uitzicht op groen. Dat is mooi. Uitzicht op groen. Ja, groen of bomen hebben de groene blaadjes, dus mooi. Wat als we dat dan nog wat lager maken? Dat zeg maar de bomen, dat het bovenste kant van de bomen eigenlijk net hier waar ik nu loop bovenuit komt. Op die manier, ja, maar ik weet niet of dat op die manier werkt. We kunnen het wel proberen. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat je gewoon eigenlijk een soort tunneltje direct naar beneden graaft. Daar plaats je dan die shit. En dan groeit het omhoog. En dan uiteindelijk de blaadjes heb je hier als het een soort bosje is, als het ware. Ja, dat je zo over die bomen dan zo kan heen springen. Hoi, hoi. Ja, we kunnen het proberen. Dat is denk ik wel origineel. Fuck it, gaan we doen. Soort van. Dus even kijken. Hier gaan doen? Ja, ik denk dat te dicht bij de muur is. Ik denk dat hij dan niet kan groeien. Jawel, je moet sowieso ruimte hebben. Dus we moeten zeg maar dit. Dit moet dan helemaal weg. En dan zo. Helemaal dan naar beneden. Oké, gaan we doen. Denk ik. Zo dicht bij mijn huis, joh. Ik denk nog even iets verder weg. Verder weg? Ja, zo, zeg maar zo. Dat is goed. Dit is denk ik beter. En dan is dit gewoon helemaal naar beneden. Helemaal, oké, is goed. Ik denk dat wel mooi is dan. Gaan we een heel mooi ding creëren. Ik denk het wel. U ziet het na de reclame. Maar dan moeten we dan ook... even tellen hoe hoog het ongeveer is. 1, 2, 3, 4, 5. Het kan ongeveer 5 hoog zijn dus. Moet het 5 naar beneden. Milan kan tellen. Wat? Ja, nee, maar dat moet in Minecraft. Tellen. Ja. Yeah. Maar ik weet niet, je bracht het zo stom. Echt Sesamstraat. Gewoon. Hoe heet die ook weer? Hoe heet die gast ook weer die altijd telt? Die Dracula-gast. Weet ik veel. Ik kijk dat hele rotzooi ding niet. Heb je vroeger nooit Sesamstraat gekeken? Ja, vroeger wel, maar. Ja. Dat is jeugdsentiment, dat moet je onthouden. Nee, joh. Eigenlijk niet. Ik heb onthouden hoe groot de borsten waren van mijn babysitter. Dat heb ik onthouden. Oké, hoe groot waren die? Nou ja, dat... Potverdek me! Oh, creeper, help! Oh my god. Was hier iets ontploft? Oh my god, gaat die goed? Ik heb mijn been gebreekt. Waar ben je? Hier beneden. Oh, hier ben je. Ik dacht boven. Ik ga even rondneuzen hoor. Nu is mijn nieuwsgierigheid gewekt. Ja, ik ken dit ook niet hier. Er zijn hier wel vet veel cobblestone, dus ik denk dat hier wel iets is geweest. Of iemand. Oh ja, hier zijn we wel geweest. Oh, oké. Potverdikke me. Succes. Ja, succes. Hoe moet ik nu terugkomen? Liggen blokjes. Oké, wacht. Via daar kan je terug. Zo. Ik wil graag even de Arbo-wet noteren. Ik heb zojuist mijn benen gebroken tijdens dat werk. Oké, zo. Ja, ik heb geen verzekering shit hier. Dingen. Dingen.
Gaan we via gaan we via een ladder? Of? Ladder klinkt goed, ja. Heb jij een ladder? Nee. Oké, dat wordt dus even een beetje grof werk graven. Oh, we doen het even zo. Oh, dat kan ook. Waarom doe je dat nou zo en niet andersom? Nou ja, maakt niet uit. Fuck it. Als jij een ladder meeneemt, zitten we nu 5 diep? 1, 2, nee, we zitten nog lang niet diep genoeg, joh. Heb je überhaupt wel ladders? Nee, dat moet ik maken. Ik moet alles nog maken, zo'n beetje, volgens mij. Dinkt! Ja, hout. Zo. What the fuck? Heb jij überhaupt wel hout? Oh, wacht hier. Zeker ik maak weten. Wat hout. Ik heb wel hout, hoor. Ja? Ja. Oké, dat is mooi. Nee, laat maar. Wat? Hoe maak je ook weer ladders? Sticks. Ja, maar oh, op die manier. Ja, ik bedoelde de formatie ervan. Maar ik heb... Met een H. Dit is zo stupid. Wat? Ik weet niet, het voelde zo ongemakkelijk. Maar oké, waar wil je de ladders hebben? Bij mijn huisding. Oh, die kant op. Oké. Is plop, plop, plop. Plop. Zo. Maar wat als we het nou nog cooler doen? Oké, hoe kan jij het cooler maken? Of hoe denk jij dat je het cooler kan maken? Ik denk door... Dit wordt dan de onderkant. Ik denk door zo. En dan nu omhoog. Ja, en dan... Oh. Even kijken hoor. Ik weet niet of dit werkt, maar... Heb je er alles nog? Ja, hier aan deze kant. Wil je er nog een aantal? Ja, graag. 2 of zo. 3, plop. Whatever. Dankjewel. En dan... Zo. Oh. Dat je dit... Dat je via daar, want dan kan de boom gewoon verder groeien en dan kan je gewoon via hier erin en dan... Hoi, hallo. Wat briljant! Ik had het zelf niet beter kunnen verzinnen. Ik vind dat leuker. Dank u, mijn vriend. Hoor je dat, mensen? Milan noemt me zijn vriend. Oh, ja. Ik heb zojuist de status vriend bereikt bij Milan. Yo, ik heb laatst een film gezien met Tom Cruise, man. Welke? Fuck, hoe heet ik weer? Oh ja, Oblivion. De mensheid was weggegaan. Leg het even uit, sorry. Ik dacht, ik probeer slim te zijn. Ja, de mensheid is weg door te veel swag van Tom. Nee, wat was het ook alweer? Ik heb hem gisteren gezien. Ik ben alweer een beetje kwijt. Wauw. De mensheid was... De film heeft een goede impact op je gemaakt. Ja. Het was het jaar 2077 en de mensheid was weg doordat heel veel tsunamis en aardbevingen en tornado's kwamen. Ja. Dus de hele wereld ging naar de tering en toen moesten ze dus kernwapens gebruiken om een oorlog te winnen. En toen hebben de mensen de oorlog gewonnen, maar toen waren er ook nog robots of zo die dus bovenmenselijk waren en die dingen konden doen op afstand en die mensen... die gewoon slimmer waren dan de mens, punt. Ja. Nou, dat zal dus echt nooit, never gebeuren, want ik bedoel, robots moeten altijd... Wacht jij de toekomst maar even af, knul. Maar ga verder met je verhaal. Maar robots moeten de mensheid... Helpen? Nee, robots moeten geprogrammeerd worden, dus er moet iets zijn wat hun vertelt wat ze moeten doen. Ja, maar jij weet helemaal niet hoe de toekomst eruit ziet. Ach, boeie ook. Nou, in ieder geval... Dat dus. En toen had Tom zijn hele geheugen was hij kwijt. Tom toch. En die was zijn hele geheugen kwijt en shit. En toen moest hij... Maar hij moest toch wel constant denken aan een of andere vrouw. Maar hij was met iemand anders. Ah, het was vet raar allemaal. Maar het komt erop neer dat hij de mensheid natuurlijk weer redt. Nou, wat een prachtig verhaal. Nou, je hoeft de film ook niet meer te zien, jongens. Jij moet echt audioboeken gaan gewoon inspreken of zo. Dat was prachtig. Dank je. Ja, daar heb ik op geoefend. Ik moet een deur maken. Een deur.
Dat was zo fucking random. Ja, nou ja, dus, hij moest denken aan een vrouw en de mensheid was weg en... nou ja, red zomaar de wereld. Zeg zo. Nou, prachtig, Tom. Ik had het zelf niet beter gekund. Ja, maar zo ging het. Meer dan dat kan ik er niet van maken. Nee, maar de filmschrijvers wel. Oeh, een ei. Ik ga een ei gooien. Oh, het zijn er vier. Plum, 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 plum. Geen kwam eruit. Het was een treurig verhaal. Klut. Oké, eens even kijken. Hoeveel ruimte heeft een boom nodig? Gewoon qua blokjes eromheen. Officieel weet ik dat niet. Hey, dit is wel leuk gedaan trouwens. Officieel weet ik dat niet. Maar ik... even kijken, hoe ziet dit eruit? Zo. Maar ik gokte elke keer op... Ja, ja oké, okay, mooi. Ik denk meer, man. Meer? Ja, ik denk meer. Ik denk 4. 4 eromheen. Ja, maar ook aan de... of niet? Of 3. Ja, 3 voor de zijkant. Ja, en dan... 3 voor... Oké, okay, dus 1, 2, 3. En dan nog een 1, 2, 3. En dan... Plap. Er kunnen er maar 2 bomen in. Nee, dat is onmogelijk. Oké, okay, ik denk dat er sowieso 3 in kunnen passen. Oké, okay, zo. En dan hier nog een keer en dan kijken we wel hoe het groeit. Ja, het moet alleen genoeg licht hebben. Ja, ik heb niet meer torches, dus yeah. als jij mij... Oh, kijk. Alsjeblieft. Hiero, daaro, daaro. Zo, en hier. Is dit genoeg licht? Of meer? Ja, dat moet echt wel genoeg licht zijn. Ja, dat lijkt mij ook. Dan ga ik nu even verder met de farm, want... Boer Don die werd onderbroken door boomfratsen. Ja, dat moet natuurlijk ook gedaan worden. Ja. Godverdikke, heb je een ho? Ja, vast wel ergens toch. En zo niet, dan... ja, be my guest. Ik heb al. You gotta control your ho. Oké, okay, ik ga even het laatste doen. Ken je die quote nog? Ja, die ken ik nog. Oké, okay, gelukkig. Van de film Bros Before Hoes. You gotta control your hoe. Bre, bre. Ja, geniaal. De meest witte neger werd daar op beeld. Weergegeven of zo. Iets in die trend. Ah, maakt niet uit. Boeien. Doet er niet naartoe. Nee. Nee. Ik denk dat dit mooier is als dit... Nee, fuck it, YOLO. Is goed zo. Ja, nou, dat was het voor nu. Oh, dat is ook al mooi trouwens. Maar dat doe ik straks wel. Ik ga mijn huis een andere keer afmaken, jongens. Ik bedank jullie heel erg voor het kijken. Wow, dat paard ging ineens random omhoog. Als jullie ideeën hebben voor de inrichting verder van dit. Het ziet er al best wel mooier uit nu, al zeg ik het zelf. Dan hoor ik graag van jullie. Misschien pikken wij nog wat leuke ideetjes uit de reacties. En gebruiken wij jouw... daar kwam het moeilijk uit. Gebruiken we jouw shit om nog iets verder te maken. Je moet er nog een J bij zeggen. Gebruiken. Gebruiken, shoulder. En ik spreek jullie de volgende keer. Don, bedankt voor het meedoen. Oké, okay, alsjeblieft. En till next time, boys. Doei.